Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, ze hebben toch in Georgië, hebben ze toch orde op zaken gesteld. En kijk eens in Syrië. Syrië is geen goed voorbeeld, dat is vooral de Russische luchtmacht. Die bovendien natuurlijk te maken had met een tegenstander die geen, bij mijn weten althans, geen effectief afweer geschud had. Dus was altijd heel makkelijk is dat. Amerikanen in Irak, idem dito. Dus dat is, in Irak hebben ze wel een soort van indruk gemaakt. Maar als je de oorlog in Georgië, als die iets meer in en detail wordt bestudeerd, wat zie je dan? Dat eerst vrijwel alle tanks al, nee niet allemaal, maar een aanzienlijk percentage van de tanks raakte al defect in op transport van waar die dingen opgeborgen worden naar Georgië. En in Georgië bleken ze al even kwetsbaar te zijn voor hele simpele tankafweerapparatuur, wat nu ook in de Oekraïne weer gebleken is. Dus ook in Georgië was het toch duidelijk, en ook aan Poetin trouwens, dat het bepaald niet op rolletjes liep. Ja, alleen was de superioriteit natuurlijk in Georgië zoveel groter, dat ze uiteindelijk toch vrij makkelijk dat conflict konden winnen. In Tsjetsjenië heeft Poetin natuurlijk ook kort nadat hij president was geworden, het conflict gewonnen. Maar schrijft hij toch door Tsjetsjenië wel een enorme hoeveelheid autonomie te geven. Anders was het misschien iets minder goed gelukt in Tsjetsjenië. Nu moet ik even terug eigenlijk redeneren. Kijk, dat Russische leger, dat was waarschijnlijk al door de mislukte interventie in Afghanistan. Vanaf 1979 hebben ze daar geïnterveneerd. Waarom de Amerikanen precies dezelfde stomzinnige fouten nog eens een keer gemaakt hebben, dat zijn dingen waar een mens niets van begrijpt. Maar ook de Amerikanen lijden natuurlijk aan de kwaal dat ze altijd denken van, nou ja, dat kunnen wat de Fransen niet kunnen in Vietnam, dat kunnen wij wel. Nee, dat konden zij ook niet. Hè? En het heeft lang geduurd voordat ze daar eigenlijk achter waren gekomen dat zo was. Wat de Russen niet kunnen in Afghanistan, dat kunnen wij wel. Nee, dat konden zij ook niet. En nou ja, we weten allemaal hoe dramatisch en treurig dat avontuur is afgelopen, waar ze natuurlijk veel eerder duidelijk en helder over na hadden moeten denken, in plaats van dit eindeloos voort te laten sudderen. Want het is natuurlijk heel tragisch wat er in Afghanistan gebeurt, sorry voor deze zijstap, maar de Amerikanen hebben een omvangrijk en heel goed uitgerust leger achtergelaten in Afghanistan, wat totaal niet bleek te functioneren. Hè? Want dat is toch regelmatig. Je kunt verder heel veel slechts van die Taliban zeggen, maar ze konden vechten. Of ze wilden vechten. Sterker nog, ze kunnen en ze willen vechten. Ja, dat is een wezenlijk verschil met het fantastische leger wat Amerika op de been had gebracht. Want dat wilde en dat kon niet vechten. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat de meisjes niet meer naar school kunnen. Je moet je wel afvragen, waarom kunnen de Taliban het wel? En waarom kon het leger het absoluut niet? Wat zijn daarvan dan de diepere oorzaken? Wat zijn de wortels van dat kennelijk nationale probleem? Maar hoe hadden ze het dan anders moeten doen? Ik heb geen idee. Mijn idee was helemaal niet interveneren natuurlijk. Dan zat de Taliban er ook. Na de Russische avontuur. Ja, dan zat de Taliban er ook. En dan konden de meisjes ook niet naar school. Ja, maar nu is het nog veel erger. Eerst hebben die meisjes geroken aan een normaal leven, waarbij je naar school kunt of naar de universiteit. En nu is het weer afgelopen. Hè? We kunnen moeilijk alle meisjes die iets kunnen uit Afghanistan laten emigreren naar beschaafde landen waar ze wel naar school kunnen. Of misschien is dat nog een oplossing. Dat zullen ze misschien wel doen voor een deel. Ja, ze zouden er erg voor zijn. Laten we de faciliteiten daartoe recreëren, zou ik zeggen. Maar goed, het geeft aan dat ook de Amerikanen, dat je denkt, hoe kun je nou? En dan natuurlijk, ik begrijp ook wel iets van het politieke probleem. Dat als je eenmaal tot je knieën in de modder staat, dat je denkt, nou ja, nou niet beweegt, dan zak ik niet verder in de modder. Want als ik natuurlijk mezelf uit de modder trek en ik ga terug naar huis, dan is iedereen boos dat ik met bemodderde poten door de gang loop. Hè? Dat we zeggen, als je zo'n avontuur beëindigt, dan krijg je natuurlijk het verwijt van ja, hè, het is wat stom, je hebt helemaal verkeerd gedaan, denkend aan het afscheid van Afghanistan. Niet waar, wat een chaotische mislukking dat ook weer was.
Dus politici hebben altijd de neiging om, ja, hoe gek genoeg, we hebben het er net over gehad. Zo'n stikstofprobleem, ja, als je het op gaat lossen, dan creëer je pijn. En boze mensen en demonstraties en electorale verschuivingen en ik weet al niet wat. Maar wat is erger, het niet oplossen en vooruitschuiven of het oplossen en even de pijn nemen? Ja, je voelt wel dat het laatste natuurlijk in het algemeen historisch het meest verstandige is. Allerlei lui die pijn weten te veroorzaken of die bereid waren om pijn te veroorzaken, die worden achteraf meestal geprezen. Neem de Fransen die in Algerije toch volledig waren vastgelopen in een Algerijnse opstand en waar allerlei derailementen plaatsvonden die gruwelijk waren. En tenslotte zijn ze er niet uitgekomen, hebben ze Charles de Gaulle benoemd. Die eigenlijk de indruk had gewekt dat hij dat ook heel belangrijk vond dat Algerije behouden bleef. En ja, die heeft gewoon rücksichtloos een eind aan gemaakt. En vervolgens de Vijfde Republiek gestart. Maar de Gaulle was natuurlijk wel iemand die wel bereid was om pijn te veroorzaken. Want dat is heel pijnlijk geweest. Dat er een soort van opstand ook tegen dat besluit om Algerije dan maar zelfstandig te laten voortexisteren. Maar pijn veroorzaken is een heel lastige zaak, ja. Maar nu moest ik ineens aan de Brexit denken. Hè? Dat is iets waarbij de suggestie werd gewekt dat het geen pijn zou veroorzaken, maar juist iets heerlijks. Elke dag op tijd heerlijk eten, de zon zou even gaan schijnen, en alles zou in orde komen. De Farage die stond altijd voor. Auto's zouden op kosmische stralen gaan rijden, nou gaan ze maar door. En wat al dat stomme Europa allemaal niet begreep. Ja, en nu begrijp ik uit alle onderzoek dat ze spijt als haren op hun hoofd hebben van dat onzinnige besluit. Mag ik ook ultra-rechts Nederland nog eens oproepen? Kijkt u nog eens naar uw programma zo snel mogelijk uit de Europese Unie. Hè? Als u trouwens denkt van ik voel mij benard in de Unie. Volgens mij is de Unie een totalitaire staat in aanbouw. Wat let u om aardbeien te gaan plukken in Engeland? Daar hebben ze enorm gebrek aan aardbeienplukkers. En daar zijn ze vrij. Ze hebben geen last van de EU. Ze zijn elke dag vrij. Ze dansen door de straten. Ze hebben elke dag een feesthoedje op. Het is ongelooflijk werkelijk. Ja. Nou goed, dit chapiter zal wel niet helpen, denk ik. Maar wrijf je een beetje in je handjes nu van kijk nu, stommerikken in Groot-Brittannië. Dit hadden jullie nooit moeten doen. Ik kan niet laten om hierbij te denken, net goed. Eigen schuld, dikke bult. Staat er weer zo'n man in een straatinterview? Ja, nee, hij stonden er nog vrolijk bij te lachen. Ja, hij had wel voor de Brexit gestemd. Hoe dacht hij er nu over? Nou, heel anders eigenlijk. Ja, ook die, ze zijn uitgebreid gewaarschuwd. Hè. Iedereen heeft kunnen lezen dat die beloftes van die Brexit-club, dat die schaamteloze leugens waren. Maar je hebt het gezien. Het is gebeurd. En de jeugd is in zijn bed blijven liggen, laten we dat er even bij zeggen. Die hadden er iets aan kunnen doen. He, ook heel leerzaam. We waren bezig met iets heel anders, namelijk het boek van Galeotti. En in Georgië was eigenlijk al gebleken dat er van alles fout zat. Daar kon makkelijk gewonnen worden. Maar goed, daar zijn ook wel conclusies uitgetrokken. Er zijn toen, 200 generaals ontslagen. En nou ja, de zaak is hard aangepakt, maar de onderliggende problemen, die simpele dingen, discipline, behuizing, voedsel, onderhoud, dat is natuurlijk ook lastig te veranderen als er een traditie is dat je dat eigenlijk niet belangrijk vindt en niet interessant vindt. Wat ik heb gelezen zelfs over het Amerikaanse leger, wat natuurlijk toch van een heel andere aard is. Ook daar hebben ze, als er extra geld komt, natuurlijk veel liever een achterlijk duur toestel. He, dat is die nieuwe stealth-bommenwerper, die B-21. Dan, want ook daar, ik begreep ook in de Verenigde Staten is er vaak gebrek aan ammunitie. Ook een klassiek probleem in legers. Zodra er gevochten wordt, is de ammunitie in 2 maanden op. He, ja, dan moet je zorgen dat er meer is. En dan moet je dat zo. Arme Russen dus. En wat bleek ook wel dat de ammunitie vaak in Rusland van abominale
abominabele kwaliteit is. Aangezien hij niet afgaat. De zogenaamde Duts. Goed, dat is de kant van de structurele gebreken van het Russische leger. Waarvan Galiotti zegt, de kans dat ze dat op korte termijn in de greep krijgen. De kans dat op korte termijn dit een werkelijk efficiënt opererend apparaat zou zijn, is buitengewoon klein. Nu dan de hele kwestie van de aanval op de Oekraïne. Hij zegt, ja, die aanvankelijke operaties daar, dat erin hier nog wel, dat begint in 21, steeds meer troepen langs die grenzen. En gingen daar geweldige oefeningen doen, samen met de Wit-Russen en zo. Kijk, zei ik, dat was intimidatie. Die feitelijk heel effectief werkte. Want Oekraïne had moeite om investeringen aan te trekken. Veel investeerders dachten, ja, hé, hoe gaat dat lopen daar in de Oekraïne? Daar worden we niet gelukkig van. Kortom, Galiotti schrijft, eigenlijk was Poetin al bezig om die oorlog te winnen. Maar hij heeft tenslotte besloten om iets heel anders te doen. Volgens hem pas in een relatief laat deel van dat traject. Vandaar die 30-40% kans dat hij het zou doen. Volgens Galiotti zelfs in de week voordat hij het tenslotte deed. Hij zat er dus ook naast. Met, denk ik, om dezelfde redenen. Namelijk dat hij zegt, ja, Poetin moet toch bevangen zijn door een soort ideologische wanen. En hij zegt, ja, Poetin was sterk geïsoleerd geraakt in de COVID-jaren. De meeste beschrijft nog wat mensen die met een contact moesten hebben met Poetin, wat die overkwam. Die werden opgesloten en die moesten dan 2 weken lang in observatie om te zien of ze geen COVID hadden. En daarna moesten ze waarschijnlijk pas aan die lange. Daar moesten natuurlijk die tafels zo groot zijn. Dat hij vertrouwde Macron voor geen cent natuurlijk. Die zou hem ook kunnen besmetten in feite. Dus er wordt gesproken in het boek van een opulent bubble. Dus een hoe moet je dat zeggen, een dure, rijkhartig uitgeruste bubbel. Dat Poetin dus eigenlijk ook een beetje de contact met de werkelijkheid had verloren. Want, zegt hij, die hele onderneming tegen de Oekraïne was een rampzalige zaak. Waarbij hij eigenlijk toch claimt dat het plan om tenslotte om het te doen, dat afkomstig was van Poetin en zijn kring. En dat daarom eigenlijk serieuze voorbereidingen die een echte generale staf zou hebben gemaakt, niet zijn uitgevoerd. Dus hij zegt, de echte generaals, als die het hadden moeten doen, of die opdracht hadden gekregen, niet natuurlijk die sycophanten zoals Gerasimov en dat soort van lui, maar eigenlijk lui die verstand hebben van vechten, dan was het wel beter georganiseerd dan het nu georganiseerd was. Hij zegt, kijk, niet alleen heette het een uitzonderlijke militaire actie, het was eigenlijk een soort politionele actie. En dat was natuurlijk uiteindelijk gefundeerd op het totaal onjuist verwachtingspatroon ten aanzien waartoe de Oekraïne in staat zou zijn. En hij zegt, ja, eigenlijk in alle stadia is in Rusland de ontwikkeling van het nationalisme in de Oekraïne is onderschat. En vervolgens hebben ze dus in feite die politionele actie uitgaande van, ja, dat is dat verhaal over die gala-uniformen die ze bij zich hadden in de tank. En ze dachten, het is zo gepiept en dan gaan we een fijne parade houden in gala-uniformen. En nou ja, dan zijn wij de baas in de Oekraïne. Nou ja, we weten nu allemaal. Want hij zegt, als je kijkt naar de planning van die politionele actie, laten we het even zo noemen, dan is dat werkelijk van een uitzonderlijke stupiditeit. Daar was natuurlijk ook weer het onderhoud, denk aan de Chinese banden, waar je maar een heel klein eindje op kon rijden en dan vielen ze in brokjes uit elkaar. Denk aan die file richting Kiev. Hè. Dat geeft Kiev, geven ze eigenlijk na 4 weken al op en dan verdwijnen ze daar. En eigenlijk alleen in het zuiden, daar waar ze opereerden vanuit dat deel van de Oekraïne, waar ze al een tijdje bezig waren samen met die separatisten, is het enigszins redelijk gegaan, maar als geheel is het een werkelijk verbijsterend incompetente militaire onderneming geweest. Waar hij ook over schrijft van, je moet niet verwachten dat de Russen
op korte termijn ineens een enorm efficiënt leger zullen hebben. Want ook als ze mensen mobiliseren, laten we zeggen, er wordt nu ook gesproken van dat er misschien 100.000 of 200.000 man extra naar dat front kunnen, dan gelden daarvoor weer precies dezelfde beperkende bepalingen als die ik al geschetst heb. Namelijk dat die slui slecht geoefend zijn, dat die lui slecht eten hebben, dat die slui slecht gehuisvest zijn, dat de apparatuur die ze hebben niet goed werkt of kapot is of nou ja, niet up-to-date is in ieder geval. De kans dat dat op korte termijn allemaal gerepareerd kan worden is bijzonder klein. En bovendien is natuurlijk de vechtlust van de Oekraïners die is groot en de vechtlust van de Russen die is klein. Vergeet niet, dat is een factor van absoluut doorslaggevend belang. Dus eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, hij zegt zelfs ergens in dat slothoofdstuk, volgens hem is de kans dat de Russen het hele gebied van de Donbass, wat ze nu bezetten, hè, kijk even naar wat je op die kaartjes ziet, dat ze dat blijvend onder controle kunnen houden, is volgens hem niet groot.